Jannie Hielkema, de spelers zijn het eerste van de badmintonclub. Wat vind je leuk om badminton? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik doe het eigenlijk al 22 jaar. Dus ik weet haast net beter. Het heeft altijd mijn sport west. En ja, wat er mooi in is, is dat het een heel attractief speeltje. Er zit een heel soort snelheid in. Ik keets dan ik, als ik het helemaal vergelijk je. Dan zit er in keets een heel soort derde speelmoment. Nou, in badminton is dat eigenlijk net zo. Ja, het even wachten dat we de oren weer opslaat. Of dat we het zelf opslaat. Er zit een paar seconden tussen. Maar verder is het gewoon een heel snel speeltje west. Zeker op ons niveau aardige werk van Rijtje Kerst. Ja, dat is eigenlijk wat mooi aan deze sport. Zoals het heel mooi, de combinatie met keertsen. Eigenlijk denk ik zelf wel eens van, hey, je moest een combi maatje, want het is een lekkere sport om actief te blijven, het schouder lekker los te houden. Ja, uiteindelijk zuster ik wel een paar tussenrennen. Sido en Maarten Altenburg bijvoorbeeld, bij beide keertsen natuurlijk, maar winterdijs on badminton. Nou, bij mij is ook de combi om. Ik ben voornamelijk een badmintoner en simmerdijs heb ik wel wat aardig in het keertsen. Het is op zich goed te combineren, zeker qua fotowerk. Hester denk ik een heel soort on. Het enige verschil is even het moment waarop is de bal rekkerst. Bij badminton is de bedoeling dat je hem op het heeste punt pakt. Toen is het mij ook markeert zijn zakje list dat op de hichte van de holle ongeveer. Dus daar zit wel wat tussen en dat zucht ik wel eens dat je wat moeite mag hebt. Als ik mezelf dan ontkeert zijn shirt, dan zuk ik dat maar het keert zijn eigenlijk die bal vies te heeg pak. Dus dat, nou ja, ben even denkjes als je daar bij beide goed in wil, dan mag je dat wel niet in de gaten. Hè. Dan is het wel eens wat lastig om het zo te combineren. Dus is het mooi in competitie voor de boon, snel is de wedstrijd. Ben je 4 voet? Nee, uiteindelijk valt het dit hier wel te. Sowieso is het badminton in het weekend competitie verdeeld door Friesland, Grijs en Drenthe. Nou ja, dus het vierste voort is het puntje van Drenthe steeds maar die hebben er dit hier net eens bij zitten. Dus ik geloof dat wij drie teams in Grijs hebben. Lemmer hebben we erbij, Heerenveen hebben we erbij. Dus het is alweer redelijk in de buurt. Hoe zit je qua niveau? Nou, we hebben als Rakem, als het eerste team van Rakem, dus heegtijd dagen wel wat hand. Ik denk dat nou een uur is zo'n, ja, vijf tot zo'n lien, wij eigenlijk op een stap wien. Toen speelden we op zijn laatste hoofdklasse, dat week het heeste, wat wij behelden konden. Nou, toen had er een paar hier geen team west hier in Grauw, ben ik zelf ook even voor het west. Maar nu spelen we zo'n tweede seizoen in de tweede klasse. Nou, uiteindelijk twee niveaus leger dan werd Rakem wel stien het. Maar dat, ja, het is misschien nog wel mogelijk om dat in de komende jaren weer eens te brengen. Ja, wat het mooie aan het badminton is, ja, maar al respect, je kent het ijs qua alle leeftijden wat doen, hè? Ja, nou ja, dat zus hier achter is ik wel. Alle leeftijden steen hier inderdaad wel hier op een middelste baan binnen aan de competitiespelers om te trainen. Nou, daar is de oudste denk ik begin 40 van. En de jongste is Sido Altenburg, nou, die zullen hier 14, 15 wezen. Maar voor de rest, recreatief, kerst het inderdaad ik heel goed doen en kerst prima als 50, 60 plusser hier steen en het op die eigen tempo wat spelen. En dan vies er altijd wel gewoon zien die hetzelfde niveau wat hebben. Is er daar, Jannie, de wedstrijd verbonden, ja, de kick, hoe kan ik dat zeggen, dat is dat wel nodig heeft om te zeggen van ik train je door de week en ik maak mijn echt die wedstrijd door het weekend aan? Ja, dat is uiteindelijk wel het leuke. Ik mag heel graag sporten en dan zie ik je uiteindelijk wel altijd wel een beetje een wedstrijdelement daarin. En natuurlijk samen je op een waarde zitten, jongens, speel ik wel wat partijen in elkaar. Maar ja, daar zit toch altijd even een kwinkslag in en dan genieten ze even wat. En natuurlijk, het gaat wel serieus. Maar ja, het echte wedstrijdelement zijn in het weekend, dat is toch wel het mooiste. Dus zoals tweede klas, ik heb een uitdaging naar de eerste klas, of let wie eerst met stabiel blauwen. Nou, dat is eerst voor ons noodzaak om stabiel te blijven. Vlieden hier hebben we tweede klasse spelen, ben we onder aanheinigen. Dus nou, toch een gelukje, ben we in de tweede klasse blijven. Anders zijn we gewoon in een klasse zakken naar de treden. Nou, dat is het leegste niveau af in het weekend. Dus het is voor ons noodzaak om ons eerst eens een keer goed te handhaven. En dan misschien door een periode te zien dat we weer omheen kennen. Voor de mensen die het zeggen, die zeiden van ik wil op badminton. Waarom stonden ze erop, mannen? Nou ja, ik denk om wat Craig zei, het is een sport die je op alle leeftijden wil dwang kennen en in je eigen tempo dwang kennen. En ja, waarom zou je badminton niet grauw maken? Ik denk dat het een hele leuke vereniging is. Met twee hele goede trainers op steen, Bouke Paars en het is natuurlijk een grauwster die hier een badminton. Simbari Swan ken ik verschrikkelijk goed badminton en speel je op heel niveau. Hij houdt nu training onder recreanten. Ik denk dat dat voor de club een hele mooie impuls is. En een grauwster en iemand die zelf goed badminton kent. En ik verstaan het van het speeltje. En daarnaast hebben we een trainer voor de competitiespelers. Dat is Kevin Krips van Drachten. Hij speelt het bij Drachten.
En dat is gewoon een zeer getalenteerde speler. Die, ik denk zo'n beetje jouw vier klassen een hoger speler dan Us. En daar kennen wij als competitiespelers een heel soort van leren. Professionele organisatie en ja, het is gezellig, hè? Nou ja, dit is inderdaad gezellig. Het is zo, je wordt net heel druk. Ik denk dat de meesten nog wat ontbekomen binnen van de grootste merken. Maar over week of wat, dan is het hier dat het goed is, weg gewoon vol. Dan ben je waar, zit die jongens, ik was competitiewedstrijden. En na de tijd, even in de kantine, even in drinken en gezellig maken hoor. Bedankt, succes. Dank je wel, dank je.